Ik ben heel tevreden over hoe het gegaan is. Zover een culinair en Stadspleinfestival. Voor de tweede keer samen. Dat versterkt denk ik elkaar heel erg. Ik denk dat we alles met elkaar, mede door het mooie weer, zo'n 10.000 bezoekers gehad hebben. En ik denk dat culinair ook heel goed gedraaid heeft. Tenminste, als ik gisteren een beetje rondkeek, daar waren een hele hoop dingetjes en smakelijke etens niet meer beschikbaar. Cultureel was het denk ik heel geslaagd. We hadden een heel wisselend programma. Er was dit keer ook een groot programma binnen in allerlei verschillende instellingen. Dus en het grote voordeel vind ik altijd dat dit een hele mooie dag is. Dat mensen ook in een culturele instelling komen waar ze normaal gedurende het jaar niet zo snel komen. Dus we hebben veel nieuw publiek gezien. De optredens waren goed. Je moet natuurlijk houden van het Motion Trio, van die alles met accordeons konden. En er was natuurlijk voorbeat voor kinderen. Maar ik denk dat Hans Dulver en met name de Amstelveen All-Stars, dat waren de momenten dat het plein het drukste was. Dus al met al geslaagd. Als u kijkt naar uw eigen P60, is wat daar gebeurd, was dat ook oké? De singer-songwriters voorstellingen in het café trokken iets minder publiek dan ik had verwacht. Dat kwam waarschijnlijk ook omdat het heel mooi weer was op het plein. Net als het cabaret boven, wat door de Griffioen georganiseerd werd. Er was publiek, maar er had meer publiek kunnen zijn. Maar men vond het toch denk ik lekkerder om in de zon te blijven. Alles bij elkaar ben ik een tevreden mens en denk ik dat het geslaagd is. Ook de combinatie met Amstelveen Culinair. En we gaan met goede moed weer naar 2015. En dan hoop ik dat we weer voor de derde keer met Amstelveen Culinair dat kunnen gaan organiseren. In het weekend van 11, 12 en 13 september 2015.